Dag Radio 1 gebruikers. Dag Radio 1 luisteraars. Even bericht vanuit de Tesla, de zelfrijdende auto's. Alle auto's zullen in de toekomst eigenlijk zelfrijdend worden. Er gaat wel 10 jaar overheen voordat alle auto's uitgerust worden daarmee. En dan duurt het nog 10 jaar voordat alle bestaande auto's eigenlijk uitgefaseerd zijn. Maar ik wil jullie nog even meenemen en even laten zien hoe dat nou voelt. Kijk, ik zit op dit ogenblik achter het stuur. Maar in één hand heb ik mijn telefoon, in de andere hand zeg maar, die heb ik vrij. En die auto die rijdt gewoon zelf. Ik zal eens even laten zien hoe dat voelt. Hier zie je voor me dat er een auto, hoe de auto het ziet. Hij rijdt voor me. Ik kan nu even zeggen, ik ga de richting aanwijzen naar links toe. Dan gaat hij zelf, rijdt hij naar de linkerbaan. Hij gaat versnellen. Hij haalt de vrachtwagen op. In. En daarna zeg ik, weer, ga even naar rechts toe. En dan gaat hij weer zelf terug naar de andere baan. En op het ogenblik rijd ik dus gewoon naar Enschede toe. En kan ik lekker gewoon achter mijn mobiel zitten. Of ik kan bezig zijn met andere zaken. Hij zit hier gezellig onderweg naar Duitsland. Nou, dat is heerlijk om gewoon niet te hoeven sturen. En gewoon lekker relaxed te zijn. Dus wat dat betreft is dat gewoon heel gezellig. Nou, hoe lang duurt dat nou? De komende 5 jaar wordt die technologie geperfectioneerd. Het zit nu in Tesla, zit in Mercedes, zit in BMW, zit in ook Volkswagens. En langzamerhand wordt dat in elke auto beter gezet. Eerst op de snelweg en dan langzamerhand in de stad. Deze heeft op dit ogenblik 8 camera's. Hier zitten 3 camera's. Aan de zijkant zitten camera's. Achter zitten camera's. En een hele snelle computer die kan berekenen wat er allemaal nodig is om dit ding aan de gang te krijgen. Dus dat is gewoon. De techniek zit al in deze auto. Alleen de software is nog niet zo ver. Dat de kaarten, de digitale kaarten, die moeten allemaal veel beter zijn. Die moeten echt op alle meter nauwkeurig zijn om dat goed te krijgen. Maar daar zijn bedrijven als TomTom zijn daarmee bezig om die heel goed te krijgen. En uiteindelijk zal het ook in de stad zo zijn dat je daar kunt rijden. Wat heel handig is, als je dus zelf rijdt, dan hoef je het stuur niet vast te houden. Hij remt ook goed af. Hij is veel veiliger. Verwachting is dat er toch wel een factor 10 keer minder doden gaan vallen in het verkeer. Zelfrijdende auto's rijden ook veel netter dan mensen. Ze scheuren niet, ze worden niet afgeleid. Ze houden een mobiele telefoon, houdt 1/3 van de bevolking vast. En dat geeft gewoon heel veel verstoringen. Je hebt hier een aantal doden dat omhoog gaat. Gaat 1 miljoen mensen gaat dood. Zeg maar per jaar in het verkeer en 40 miljoen zwaar gewonden. Nou, dat zal veel minder worden op het moment dat computers gaan rijden. En wat ook handig is, is dat je gewoon als je klaar bent kun je uitstappen. En de auto parkeert zichzelf of gaat iemand anders helpen. En op het ogenblik gebruiken we vooral auto's om niet zeg maar te rijden. Maar ze worden 30 minuten per dag gebruikt en 23,5 uur staan ze stil. Nou, dat gaat heel erg veranderen. We zullen geen parkeerplaatsen meer in de stad krijgen. En we zullen auto's veel meer hergebruiken. Er komen gewoon fleets van taxis, een beetje Uber-achtig, die zelf rijden. En die veel en veel goedkoper zijn dan zelf een auto hebben. En je hoeft niet meer te parkeren. Je kunt gewoon uitstappen. En je kunt zeggen op je mobiele telefoon, kun je zeggen ik wil een autootje hebben, ik wil daarheen. En dan komt er binnen 3 minuten een auto voor gereden. Dus dat betekent dat we 4 keer minder auto's in Nederland hebben. We hebben nu 8 miljoen auto's. En dat gaat naar 2 miljoen. Als het heel erg druk is, om maandagochtend 8 uur rijden er nog maar 600.000 auto's rond. 8% van het geheel. Dat is een totale verspilling en dat zal anders worden. De inrichting van de stad zal anders worden. Omdat we die parkeerplaatsen niet meer hoeven te hebben. Dat duurt wel 20 jaar voordat dat echt helemaal in volle gang is. Over 10 jaar zul je dat in de meeste nieuwe auto's aantreffen. Over 20 jaar zullen de meeste auto's die rondrijden, die zullen volledig elektrisch zijn. En ook zelfsturend zijn. Dat betekent minder uitstoot, minder doden, veel minder investering in auto's. En we gaan die dingen ook gewoon gebruiken. Dus dit is een beetje een idee van een zelfrijdende auto anno 2017. En ja, dan moeten we ook vooral die auto, die moet slim zijn en die moet ook intelligente beslissingen nemen. Bijvoorbeeld als er een ongeluk gaat gebeuren, dat veel minder gaat gebeuren, gaat hij dan kiezen voor de inzittenden die hier zijn, of gaat hij dan de mensen buiten de auto beschermen? Dat is een belangrijke keuze. En natuurlijk vindt hij dieren belangrijker of mensen, nou daar is het parlement in Duitsland nu over aan het praten. Ze zijn daar lekker vroeg bij.
Want het duurt nog wel even voordat deze toekomst standaard wordt. Maar over 3-4 jaar is in alle nieuwe auto's, alle middenklasse auto's, zeg maar, kan dit zelf sturen. Wat ik nu eigenlijk heb op de snelweg, kan al gebeuren. En over 10 jaar zit dit in de meeste auto's in de stad. Oké, hoop dat het een leuke indruk geeft. En ik zie jullie zo meteen tijdens de uitzending.